Heb je een nieuwe Android smartphone gekocht die eSIM ondersteunt? Dan is je simkaart ingebouwd in je toestel en heb je geen fysiek kaartje meer nodig. Voordat je gebruik kunt maken van je eSIM, heb je een QR-code nodig, de welke je bezorgd zal worden door Proximus. Ben je privéklant of werk je voor een bedrijf met minder dan 10 werknemers? Ga hiervoor dan langs in een Proximus shop. Om een shop te vinden, klik je simpelweg op de link die nu verschijnt. Werk je voor een bedrijf met meer dan 10 werknemers? Ga dan langs bij de beheerder van de simkaarten binnen je bedrijf. Deze activeert je eSIM en bezorgt je de QR-code. Met deze QR-code kun je het eSIM-profiel op je toestel activeren. Zorg ervoor dat je Android-toestel via wifi verbonden is voordat je eraan begint. Open vervolgens de camera-app op je toestel. Plaats dan de QR-code in het kader om deze te scannen. Tik op de melding die verschijnt en volg de stappen om je eSIM toe te voegen. Schakel tot slot het mobiele abonnement in en je eSIM-profiel is actief. Na het ingeven van de originele pincode van de eSIM kun je direct bellen, sms'en en surfen. De pincode voor de eSIM kun je achteraf nog altijd aanpassen in het toestel zelf. Lukt dat niet via het menu? Toets dan de code in die nu verschijnt en druk op de beltoets. Let wel op, als je van toestel verandert, wordt deze nieuwe pincode niet mee overgenomen en dien je dus opnieuw de originele pincode die op je voucher staat in te geven. Heb je nog vragen over je eSIM? Klik dan op de link die nu verschijnt om onze hulppagina te bezoeken. Proximus. Think possible.